Ik ben Jeroen van Survival Coaches. Yes, en vandaag zijn wij een potje klimmen bij. Trajectum Utrecht. Yes, voor de Survival Bond Nederland. Super vet, aflevering 2 van seizoen 2. Let's go! Ja, goedenavond. Wij zijn van Survival Coaches. Ik ben Niels. Ik ben Jeroen. Ja, wij zijn door de Survivor Bond Nederland gevraagd om seizoen 2 te maken van een potje klimmen bij. Dat houdt eigenlijk in dat wij bij verschillende verenigingen langs gaan om eens te kijken wat jullie hier nou doen. Meestal proberen kilometer of 2, 3 echt goed warm te lopen. Want nu voel je dat allemaal niet, maar als het dan koud is en je gaat meteen de touw in, dan... als het gaat om blessures, zie ik best wel een hoop terugkomen. Ik vind het altijd mooi. Zeker zo aan het begin met dit weer, dan zijn er altijd heel veel mensen die meekomen doen. Ja, echt een hecht club. Iedereen is fit, maar we suipen ook nog met z'n allen. Dat is echt, echt wel. Naar de velden toe. Nee, maar Anouk wel. De beste survivalaar is de survivalaar die het meeste plezier heeft. Dus we gaan eerst even pakken met 10 minuutjes nu. Goed warm klimmen. Even swingovertje, aaphangertje. Iets van krachtoefeningen tussendoor nog ook. En over 10 minuten dan bel ik of dan fluit ik nog een keertje. En dan gaan we echt met de wedstrijdtraining starten. Je neemt de beginners mee vandaag? Ik neem de beginners mee vandaag. Ja, we hebben vandaag introductietraining. En dan volgende week begint de 8-weekse introductietraining. Dus dan hebben we echt een periode met alle facetten waar je alles kan leren. Dus je kan niet zomaar elk moment meedoen? Met nee, we willen echt iedereen gewoon goede begeleiding geven. Dus voordat ze hier starten. Om zo daarna ook weer mooi mee in de groep te krijgen. Heel graag. Ja. Geen eerste in Staphorst bij Family Fit. In Frans. Bij Fransie, ja. 2 jaar geleden. En toen begon dit net. Toen ben ik vanaf het begin aanmelden en gelijk meedoen. Dat was vet. Allerleukst, de variatie. Dat je niet met één ding bezig bent, maar met remmen en klimmen. Het leukste is de gezelligheid en de open mensen. Fijne sfeer, iedereen staat open voor elkaar, dus het is altijd leuk eigenlijk. Ik heb een beetje meegedaan, stiekem. En jij, Jeroen, heb jij gedaan? Ik heb vooral gefilmd tot nu toe. Je ziet, ik heb nog geen druppeltje op mijn voorhoofd, dus ik denk dat ik straks ook even de touw induik. Ik denk dat het zo stil moet zijn. Volgens mij gaan ze beginnen. Je wilt enkele hindernissen doen, dan ren je even naar die pion daar en dan doe je weer een enkele hindernis. Het eerste blok wat we doen, gaan we heel snel klimmen. Dus de hindernis klim je echt zo snel als je kan. Ik sta ook in de rij, Niels. Ja. Doen. Ja. Moet je doen. Zo snel mogelijk over de balk. Nou, laat me zien dan. In principe zou je denken dat ik dit zou moeten kunnen, zo'n swingen. Is veel te hoog, heb jij niet geoefend. Nee, dat is waar. Come on. Kan het nog, na een jaar. Nou, deze baan die is hier op het sportcentrum van de universiteit en die is ooit opgezet door een aantal toen nog studenten. En de baan is ook echt van de studentenvereniging, Simeon Zirkers. Wij hebben 1,5 jaar geleden met ons bestuur hebben we eigenlijk, en nog een paar andere jongens hebben we deze vereniging opgezet, Trajectum. En voor niet-studenten dat die ook gewoon kunnen klimmen. Maar we kunnen gelukkig de baan huren op de dagen dat de studentenvereniging niet traint. En dan kunnen wij hier lekker buiten spelen. Ik vind qua trainingen eigenlijk belangrijk, iedereen moet gewoon naar zijn zin hebben. En de ene die komt te trainen om af te vallen, de andere komt te trainen om echt kaart voor wedstrijden te trainen. En ik vind je training moet je zo inrichten dat iedereen zijn ding kan doen. Dat iedereen gewoon lol heeft. Wat zei je net tegen mij, Niels? Heerlijk. Ja, en daarvoor? Ja, een klasbak. En daarvoor? Dat je er mooi uitzag. Het ging over de vereniging. Oh, dat het echt gezellig is hier. Dat is mooi, echt 40 man enthousiast. Mix van dames en heren. Dat is leuk. Het is mooi om te zien dat Survivor niet alleen voor mannen is natuurlijk. Ja. En voor boeren. Dat is natuurlijk ook zo. En dat is gewoon Utrecht, gewoon een stad. Ja, dat is leuk. Tuurlijk. Moet je bij jullie aansluiten, wat jullie aan het doen zijn? Ja, jammer. Dat is goed. We hebben altijd een traditie, als mensen ons boven hangen, vragen we ze graag wat de zin is van het leven. Oh nee, survival. Kun je dat overtreffen?
Nou, het hoogst mogelijke behalen, letterlijk en figuurlijk. We doen lianen onder het schot door en dan onder het schot weer verder. Eitje. Ja, toch? Nou, als je denkt eitje, dan doen we die veder achteraan. Kleine mondje bars, speciaal voor Jeroen. Dat is een lange armen meer. Nou ja, dit was een lange armen cheat. Dus ik ga hem nu proberen te flyen. Yes, netjes. Yes. Wat gaan we doen? We gaan een toetje doen, Jeroen. Hou ik van. Bakje kwark na de training, zeg maar. Dit is eigenlijk hun bakje kwark. Oké, okay, top jongens. Hey, dit wordt het toetje. Dus gewoon het laatste deel. Hierna heb je geen kracht meer nodig. We gaan even rustig opdrukken. Haal je handen even op schouderbreedte. Dat doen we 5 keer. Maar als het nou niet lukt, mag je je knieën ook even op de grond zetten. Maar ga proberen om het zo wel te doen. Dus hou je rug gewoon goed recht. Billen een beetje samenknijpen. Dan gaan we 5 keer opdrukken. Bedankt dat we hier mochten zijn. Dat was leuk. Nou, leuk dat je er waren. Ja, thanks. Graag gedaan. Nou Jeroen, dit was hem alweer. Ja, zoals meestal het verhaal is, het wordt alweer een klein beetje donker, dus wij sluiten hem alvast af. Ja, dus wat een vette vereniging. Mensen waren enthousiast. Iedereen is sportief lekker bezig. Ja, er wordt goed nagedacht over de trainingen. Echt heel gaaf. Ja, gaaf. Vond je dit nou een vette video? Gooi even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Yes. En wil je nou dat we meer van dit soort filmpjes maken, dan helpt het ons enorm als je hieronder even een reactie achterlaat. En ons laat weten waarom je dit zo tof vindt. En misschien komen we binnenkort dan wel bij jouw club langs. Juist. Wij willen Utrecht trajecten bedanken. Dus Survive Room, Bon Nederland bedanken. En we willen jou bedanken voor het kijken. En Jeroen, wij pakken nog even een sprinttrainingje. Zo. Succes. Daar gaan we.